Hallo kijkers en terugkijkers, goed nieuwe video. In de vorige aflevering zijn we hier zo geëindigd. Maar vandaag is het de dag dat we er net erin gaan. Ik ben benieuwd waar we zullen spawnen. Je weet, alles is anders sinds 1.16 met een nether. Ik koop een nether castle, ergens bij een nether castle en zo te zien niet. Maar vooral die blauwe bomen. Oh, een endermens. Het is wel een beetje gevaarlijk hier. Vooral in hardcore weet ik dat ik even iets van goud moet hebben. Ik even terug en dan ga ik weer. Oh ja, ik kan ook die dingen bereiden met... Ik weet niet hoe ze die heten, maar... Ze zwemmen zo in de lava. Oeh! Oeh, 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 oeh. Dit wil ik wel even aflokken. Straks val ik daar sowieso nog eens in. Maar goed, oh ja. Vorige afleveringen zijn we daar iets aan het... Waren we daar iets aan het verbranden. En we waren ook bezig met mijn huis, die nog bijna klaar is, maar nog niet helemaal. Pak ze wel. Oeh. Ah, we hebben echt heel weinig goud. Hoe laag zitten we? Ah, 35. Meestal zitten de kastelen in de nether vallen op een hoger level. Wel leuk dat je meerdere ingots of nuggets krijgt uit één blokje. Als het maar één was, zou het wel lastig geweest zijn. Oké, crafting table heb ik bij me. Dan dit tot ingots. En dan hebben we nog wat extra nodig voor een enderman. Ik weet niet of jullie ook kunnen horen. Ik kan hem misschien aanvallen voor zijn enderpuls. Ik wil natuurlijk ook die enderdraak verslaan. Waar zit die enderman? Ik hoor je wel. Snel zijn. Oké, zijn net op tijd. Hier kan hij maar niet meer aanvallen. Ah, geen enderpul. Ik ga gewoon mijn schoenen van goud maken. Als het goed is, worden we nu niet meer aangevallen. Ik kan nog één goud zo weggeven aan een piggeling. Dus zo van, je moet die enderman geluid eens achteruit afspelen. Dan kan je, als het goed is, normale zinnen horen in het Engels. Misschien ook een van een paar van die paddenstoelen meenemen. Maar daarvoor heb je wel nog Silk Touch nodig om dit mee te halen. En daarop groeien die paddenstoelen. Maar ik kan nog even kijken of ik wil opnemen, want het zou wel jammer zijn als ik dit hele stukje opnam. En dat ik er dan achter kwam dat ik helemaal niet aan het recorden was. Is maar iets gebeurd, alleen de laatste keer was wel een tijdje terug. Ik denk dat we even terug moeten gaan. Ik vind hier toch niet echt iets. Altijd wel gevaarlijk iets doen in de nether. Als hier nu een ghost komt, val ik gewoon in de lava en dan is het RIP-serie. Oeh, hier zijn wel veel mobs. En een ghost. Ze vallen me niet aan, gelukkig. Volgens mij met die kruisboog is een piglin. Hey jij daar. Ik heb goud. Wat ga je me daarvoor geven? Oh, serieus, gravel. Dat was een tegenvaller. We zijn hier weg voor het nog fout gaat. We weten wel nu waar we spawnen. We moeten dringend gaan slapen. Ik wil nog wel zijn bonenmeel hebben. Kan ik wel sneller laten groeien. Tijd voor het Minecraft dutje. Oh ja, het bed is hier zo. Het is eigenlijk nu best simpel. Ik moet gewoon dit patroon een beetje volgen. Alleen moet alles van hier zo nog met hout gedaan worden. Ga ik misschien even versneld doen.
ga gewoon weer hard moeten hakken. De saplings ga ik gewoon hier 4 bij 4 maken. Ik ga een diamond pickaxe maken. En daarmee moet ik obsidian gaan hakken. Zo, al de lava is weg. Hak dit weg. Hier water. Zo weet ik dat ik als het obsidian weg is, stroomt ook het water meteen daar. Dat is wat veiliger. Ice Bucket Challenge. Ik weet niet waarom dat Ice Bucket Challenge noemt deze advancement. Maar waarschijnlijk is het gewoon omdat je dan zogezegd een waterbucket nodig hebt om van lava obsidian te maken en vandaar die waterbucket, de Ice Bucket Challenge. Hebben jullie ooit meegedaan met die challenge, de Ice Bucket Challenge? Ik zelf niet. Toch wel veel mensen hadden het gedaan. Ja, deze boom ga ik ook wel even helemaal moeten verbranden, want ik ga waarschijnlijk niet helemaal alles mee kunnen nemen van het hout. En verbrand boom. Uiteindelijk moet achteraf ook nog ramen bij toevoegen. Dan zien we wel later hoe we waar de ramen gaan zetten. We hebben nog geen scaffolding, dus we moeten het even met dirt padjes doen. Oh ja, hier moeten we ook weer. Die doen we dan even met gewoon nether bokken. Eigenlijk deze zomer is eigenlijk niet zo heel erg warm dan vorige zomers, want ik weet nog, vorige zomer was er even een hittegolf. En dit jaar hadden we even in juni dat het echt heel erg warm was, maar daarna hebben we er nog niet echt zo heel veel last gehad van de warmte. Is misschien maar goed ook, want vorig jaar was het wel heel erg overdreven. Ja, het begint er al een beetje, nu nog alles inrichten, maar het ziet er al een beetje goed uit. En dat is als het goed is ook weer een advancement. Oh, moet ik het eerst iets doen? Nee, toch nog geen advancement moeten pas. Je krijgt advancement pas als je echt iets gaat enchanten, maar nog niet als je de enchanting table zelf hebt gemaakt. Ik hoop dat ik wat skeletons kan vinden. En daar zitten ze. Ik heb bone meal nodig. Twee bone meal. Dit is voor eten van de koeien. Ja, koeien, ik ben er weer eens. Jullie mogen ze. Oh jee, daar zitten die lama's ook nog in. Pak wat treti. Troep. Oh ja. Dan heb je natuurlijk die lama's die boos zijn. Ik krijg daar ook nog wat voor terug. Wat ladder. Daar heb ik wel veel letter van gekregen. Ik wil bedanken voor het kijken naar deze video. Hopelijk vond je het leuk. En ja, ik ga misschien wat opschieten, wat hard hakken. Dan hoef je dat niet steeds in de video te zien. En dan zie ik u terug bij een volgende video dus. Doei doei!